Maar ik denk dat de schrijver dit bedoelde, maar wat bedoelt hij hiermee? Dat snap ik nog steeds niet. Maar waarom moet ik hier komen? Waarom? Wat? Dat? Welkom. Wie bent u? Ik ben Oppergod Targoner. Wat? Oké. Hier heb ik over gelezen. Het is de oppergod van Ilenciatos. Een soort van herenmeester van dit gebied. Van Ilenciatos dus. Ik vertrouw er niet helemaal zo. Gegroet. Ga verder. Wat is dit hier? Ik heb geen idee wat dit is. Ik ga jou een voorstel doen. Wil jij god worden? Halfgod. Is dit tegen Castrum? Ja. Hoe kan ik dat zeker weten? Nou... niet. En trouwens, wat was die krater? Dat is door Castrum gebeurd. Ik weet genoeg. Oké. Ik denk dat ik die transformatie maar aanga. Als dat me sterker maakt tegen Castrum, ja, dat doe ik dan gewoon. Dan moet je het altijd gaan staan. Wow. Transformatie gaat beginnen. Wow, dat was wow. Ik voel me een beetje de informatie raar. Is compleet. Oké. Wow. Wat is dit voor stokje? Dat Empire. Is de Empire Wand. Empire Wand. Eens kijken wat ik ermee kan. Dit ding bevalt me wel. Dit is sowieso al veel sterker tegen Castrum. Maar heb ik nog meer te danken aan deze transformatie? Vliegen. Oké, dat werkt dus bij mij niet. Ik denk dat het niet werkt bij halfgoden. Maar ben ik bijvoorbeeld bijvoorbeeld stervende? Alleen als je in een andere wereld zit. Zoals de onderwereld. Yep. Oké, maar waar? Oké, dus dit is uw altaar? Nou, dit is eigenlijk de altaar van alle goden. Oké, maar waar staat mijn altaar dan? Trouw. Oké, want ik moet daar snel heen. Koning Max is dingen van. Is volgens mij generaal Dex dingen van plan om een halfgod te worden. Is dat mogelijk om een halfgod te worden? Nou, als die magisch is wel. Dan moet hij de krachten ervoor hebben. Ja, Trouw is super magisch. Dan zou het misschien kunnen. En hoe kan hij dat dan worden? Als hij in het altaar gaat staan en een goede spreuk uitroept. Kut. Oké. Ik moet er snel heen. Oké. Ik ben weg. Doei.